Yo volgers, mijn naam is Stijn. Tof dat je kijkt naar deze video van TomoShop. In deze video gaan we je alles vertellen over wat het effect kan hebben van elk mogelijke optie aan luchtfilters. Ze staan hier eigenlijk verspreid en gesorteerd, niet per se op prijs-kwaliteit verhouding of juist dat die sneller zou gaan met die of die, maar eigenlijk meer op setup snelheid. Ja, dus eigenlijk welke setup je nodig zou hebben om überhaupt een van deze luchtfilters te monteren. Want dat is eigenlijk hoe je het moet zien en heel veel mensen zien het eigenlijk als een extra onderdeel van, weet je, ik heb niet meer dit originele luchtfilter, maar ik heb dit dikke Twin Air powerfilter of schuimfilter erop zitten, dus ik heb echt meer vermogen. Ik wil jou bijna garanderen dat als jij een originele setup hebt, dat deze jou meer snelheid en trekkracht gaat opleveren dan dit filter. En dat ga ik je nu uitleggen. Deze producten staan natuurlijk allemaal met links in de beschrijving, inclusief gewoon een algemene search, zodat je kunt zien hoeveel luchtfilters er überhaupt zijn voor jouw Tomos. Maar wat jullie je wellicht eerst afvragen, en sowieso ook het eerste deel van deze video gaat zijn, wat is eigenlijk een luchtfilter? Nou, een luchtfilter, zoals het al zegt, het filtert eigenlijk lucht, is wat er moet zitten voor je carburatie, waarbij je ervoor zorgt dat er luchtaanzuiging is, evenals via die carburatie dus benzine naar binnen komt, in het geval van een tweetaktmotor. Er is dus zowel brandstof nodig als zuurstof nodig, lucht. Maar dat luchtmengsel, of dus die mengverhouding, moet wel zo schoon mogelijk naar binnen komen. En dat is wanneer er dus een luchtfilter bij nodig is. Stofdeeltjes kunnen er namelijk voor zorgen dat de motor van binnen intern beschadigd raakt. En dat willen we natuurlijk absoluut niet hebben, want we willen natuurlijk ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk verse, schone lucht naar binnen komt. En daarom is het dus ten alle tijde wel sowieso aan te raden, vanuit ons opzicht, om in ieder geval een luchtfilter erop te zetten en niet te gaan voor iets als een kelk. Om het dus nog maar een keer aan te kaarten, een luchtfilter op zichzelf geeft geen meer of minder prestaties. En ik weet dat er misschien nu een aantal gaan losgaan in de comments, maar geloof me nou, het is eigenlijk gewoon de setup die ervoor zorgt dat daarna het luchtfilter zorgt voor meer of minder prestatie. In Nederland kan ik begrijpen dat je misschien niet wil geloven dat een origineel luchtfilter zorgt voor optimale prestaties bij een bromfiets. Want ja, we zijn immers gelimiteerd tot die pak een beet 45 km per uur fabrieksnelheid. En dus zal er toch wel her en der ergens moeten worden gelimiteerd om ervoor te zorgen dat die dus niet harder gaat. Stel we nemen het originele luchtfilter. Het originele luchtfilter heeft natuurlijk een uitlaatkant en inlaatkant van zichzelf. Deze zit in het frame en deze zit op de carburateur. Dat zorgt er eigenlijk voor dat hij hier eigenlijk al een heel traject heeft volbracht. Wat ervoor zorgt dat hij, als het goed is, via een filter schone lucht heeft gekregen door het filter heen. En dit ook eigenlijk heel erg stil. Omdat er sowieso eigenlijk dus een kap zit om dit filter heen. Wat je dus bij een bepaalde filters helemaal niet hebt. Want dan heb je gewoon puur schuim. En dit zorgt er in zijn combinatie voor, al helemaal omdat hij het natuurlijk helemaal trekt uit je frame, dat het niet een enorme klankkast wordt onder je bips. Gelukkig verkopen we zelf ook los de schuimfilters. Want het is sowieso een aanrader om om de zoveel tijd, of bijvoorbeeld wanneer je een nieuwe Tomos koopt, dit filter te vervangen in dit luchtfilter. En kijk sowieso ook aan de binnenkant van dit filter of hij niet begrensd is voor snor, gezien er natuurlijk waarschijnlijk nu een hele hoop bromfietsen of snorfietsen zijn omgekeurd van snor naar brom. Je hebt ook nog een snorvariant, dat is deze combinatie bijvoorbeeld, die ervoor zorgt dat er eigenlijk bijna helemaal geen lucht doorheen komt, want je gaat van deze doorlaat, die je dus al had op het originele filter, naar deze inimini doorlaat, die vervolgens weer een enorm kleine slang heeft als luchtinlaat. En dat zorgt er dus voor dat hij veel minder lucht krijgt, waardoor jij eigenlijk ook nog minder benzine zou moeten doen, want anders heb je een hele arme verhouding. Dan zal die misschien zelfs vastlopen of warm lopen, maar omdat je dat weer levelt, zal die gewoon een stuk minder hard gaan. En dat is natuurlijk precies wat ze willen wanneer jij rijdt met een snorkenteken. Maar goed, dan is de vraag, waarom heb je dan überhaupt deze andere drie filters? Namelijk een simpel powerfilter, een simpel schuimfilter of een wat duurder merk opnieuw schuimfilter, racefilter, luchtfilter, hoe je het wil noemen. Zoals ik eigenlijk eerder dus zei, komt het erop neer dat origineel op origineel gewoon de optimale prestatie is. Dus optimaal verbruik en optimale geluid, optimaal geen herrie. Bij deze drie is het dus ook weer zaak dat er opnieuw weer een optimaal lucht- en benzineverhouding is. Maar een groter filter is meer herrie, maar ook meer verbruik. Maar tegelijk kan het dus zorgen voor meer prestaties wanneer de rest van de setup daarom vraagt. Daarom bestaan dus deze drie filters, maar daar moeten we dus gaan kijken naar een aantal factoren. Factor 1 is dus sowieso die meer verbruik. Ik heb dus een zwaardere setup bijvoorbeeld, waardoor ik een van deze filters nodig heb. Waarom? Het standaard setupje wat je eerst had, had gewoon niet zoveel benzine nodig. Dit wel, dat zorgt ervoor dat er dus veel meer benzine wordt gevraagd. Terwijl eigenlijk dit standaard filter niet dat kan levelen qua aantal lucht wat hij eigenlijk nodig heeft. Daarom heb je dan deze filters nodig om dat weer te gaan levelen. En je dus met je gasschuif open er een volledig groot gat is met meer lucht dan dat hij kan geven. Tegelijk is dat dus ook gelijk het antwoord waarom je dus niet op een standaard setup eigenlijk een van deze filters nodig hebt. Omdat dus meer lucht meer benzine vereist. Die heb je helemaal niet nodig, want bij die originele setup vereis je gewoon een fijn filtertje te hebben in je originele luchtfilter. En met een klein sproeiertje level je dat tot 50 km per uur pak en beet. En als je een van deze zou gaan monteren, zal je een sproeieraadje of 4-5 groter gaan moeten, waardoor je gewoon meer benzine verbruikt terwijl je er helemaal niks mee opschiet. Want de rest van de prestatie van die cilinder gaat niet meer doen, hij zuipt alleen gewoon meer. Dus ja, je bougie wordt zwarter, hij slaat misschien eerder vet, het heeft niks positiefs. Je zou alleen misschien een groter filter weer nodig hebben of meer benzine vooral nodig ook hebben als je een andere uitlaat monteert. Ja, alleen dat weer voor een andere video. Als we dus even vanuit de basis ervan uitgaan dat je bij origineel filter ook een originele cilinder, originele carburateur 1415 hebt en een originele uitlaat, heb je dus absoluut dit niet nodig. Gaan we dus naar een zwaardere setup en dan wil ik vooral eigenlijk zeggen vanaf 65 cc en dan een 1616 carburateur of misschien nog wel zwaarder, ga je pas hier naar kijken. En opnieuw is dan nog steeds de vraag, heeft het echt heel veel nut? Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? Het scenario is dat je dus sowieso al een snellere setup hebt en dus eigenlijk meer lucht nodig hebt dan origineel, omdat er ook een grotere sproeier of carburateur op zit. Je gaat dan dus een van deze monteren en dan is je vraag, welke zou ik moeten hebben? Nou, ons aanraden is sowieso vanuit de basis eerder schuim dan power, om het feit dat dit veel beter filtert dan dit. Hier zit bijvoorbeeld bij een Powerfilter Express er al een kap omheen, om er dus voor te zorgen dat er nog minder stofdeeltjes in dat powerfilter komen. Vervolgens heeft het powerfilter een gaas. In dat gaas zit wel weer een dun stoflaagje, maar het zal nooit meer doen dan dat hier gewoon een dik schuimfilter zit, of dat het nog beter en nog meer geoptimaliseerd is dan dat een bijvoorbeeld Twin Air schuimfilter heeft. En los van die stofdeeltjes kan het natuurlijk ook puur vel zijn wat hier in kan komen, overheen kan komen. En dan heb ik het bijvoorbeeld ook nog niet eens over regen of sneeuw of dat soort dingen. Als dat allemaal hierop komt en het wordt knijtertje nat, krijg je gewoon letterlijk vocht, water bij de benzine. Dan wordt het een beetje lucht, een beetje water en benzine. Nou, ik hoef je niet te vertellen of dat wel of niet goed is voor de setup. Het originele filter zit natuurlijk namelijk in een bak. Het zit dan ook nog eens qua aanzuiging in het frame. En bij deze drie verlies je dat compleet. Dus daar is echt een mega groot minpunt, waarbij je opnieuw eigenlijk weer moet gaan kijken naar de opties van een origineel filter. Het minpunt is natuurlijk dat de aanzuiging niet makkelijk veel groter kan worden dan dat die is. En dat kan bij deze jongens natuurlijk wel. En misschien vraag je je dan ook nog wel af, waarom maakt mijn brommer nu zoveel meer herrie? Ik heb immers gewoon weer een luchtfilter erop zitten. Nou, natuurlijk, het hele feit dat deze helemaal tot aan je frame gaat, verklaart natuurlijk al een hele hoop, maar waarom is die herrie er? Nou, om het feit dat die herrie ontstaat door de ontbranding. Aan de andere kant van de ontbranding bij de cilinder zit natuurlijk een hele uitlaat, die dan ook nog aan het einde een demper heeft. Maar als we dan helemaal weer terug gaan naar de cilinder, zit er aan de kant van de inlaat eigenlijk alleen een membraampje bij een A35-52 blok. En daarna een spruitstuk en een carburateur. Dus vanaf het moment dat je eigenlijk die gasschuif open doet, is het enige extra plaatje slash klepje tussen de cilinder waar die boem zegt en je gasschuif is je membraan. Dat zorgt voor herrie. Samenvattend, waar komt dit dus op neer? Je hebt dus een originele setup en een snelle setup. Je gaat dus vanaf 50 cc eigenlijk niet verder kijken dan de originele filters. Je ontgrenst hem wel, zodat je de volledige potentie hebt van een origineel bromfiets luchtfilter. Is die oud of heb je hem net nieuw gekocht of heb je al heel veel kilometers mee gedaan? Koop even bij ons zo'n filtertje. Tippie van ons, is sowieso handig en niet duur. Ga je dan verder kijken naar 65 cc of meer, dan kom je uit bij deze filters, waarbij het dus nog altijd zaak is om ervoor te zorgen dat je met gaas wat meer stofdeeltjes naar binnen krijgt, dus een extra kapje monteert. Of gaat voor een grote schuimfilter om te zorgen voor nog meer lucht. Maar dan is dus de vraag, heb jij wel een goed, groot genoegen, agressief genoegen setup om dit te levelen? De mengverhouding. Yes. En jongens, even een tip. Ga dus eigenlijk in eerste instantie gewoon aan het werk. Als je de setup net hebt met origineel en pak even sproeiers en bougies. Bestel eerst even een setje sproeiers, haal even een nieuwe bougie, 1 hittegraadje meer of minder, afhankelijk van of je kouder of warmer rijdt of het weer kouder of warmer is. En ga daar eerst even mee spelen. Want dat zorgt er immers ook voor dat als jij bijvoorbeeld hier een aanpassing doet omdat je misschien eerst een snorfilter had, dat het wel degelijk nuttig kan zijn om eerst even een sproeiermaatje te gaan veranderen of misschien een bougietje van 5 naar 6 te gaan qua hittegraad, om dat opnieuw te zorgen dat het levelt en dat het dus een goede mengverhouding heeft. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem tof? Doe even sowieso een blauw duimpje omhoog. En abonneer je natuurlijk beneden. En druk op die bel, zodat je een notificatie krijgt. Want wij uploaden sowieso elke zondag iets als dit. Zet dus ook in de comments als je meer wil weten, iets anders wil weten of een product wil zien. En dan check je graag de volgende keer. Later!